allemaal. Welkom bij het tweede praatje vandaag in deze zaal. Saken Blok is hier om iets te vertellen over Wireshark. Saken is een van de core developers van het Wireshark team. Dus ik denk dat hij ons heel veel interessante dingen kan gaan vertellen over hoe we de command line met Wireshark aan de gang kunnen gaan. Dus laten we hem allemaal verwelkomen. Dankjewel. Ja, hij doet het. Iedereen te horen. Zijn er English speaking of non-Dutch speaking people in the room? Okay. Hier doen. Is dit beter? Ja. Ja? Oké. Okay. No people want in English. Voor mij geldt ook dat ik hem eigenlijk deze presentatie heb ik een paar keer gegeven op Sharkfest in Amerika. Een congres over Wireshark en aanverwante zaken. Erg leuk als je nog het budget open hebt voor dan zou ik er zeker heen gaan. Ik heb hem al een paar keer gegeven. Ik zat net bij een sessie over Suricata en daar dit is een command line. Sessie en eigenlijk is dat een beetje achterhaald. Als je nu naar Kibana en Splunk zo kijkt, dan is dit misschien een beetje achterhaald. Maar toch denk ik dat het goed is om een mindset te hebben dat je uit pick-up data andere data kan halen en iets kan genereren wat je misschien met Wireshark in de GUI niet kan. Ik had net ook het idee met wat ik net zag, van ja, eigenlijk moet Wireshark ook een JSON output mogelijkheid hebben. Die is er nog niet, dus dan heb ik weer een projectje om aan te werken. Ik moet eerlijk toegeven dat ik de afgelopen drie jaar nauwelijks of eigenlijk niet aan Wireshark heb gewerkt. Ja, normaal geef ik deze presentatie voor netwerkanalyse mensen die wat minder op de command line zijn. Dus ik ga even in op een aantal command line, een aantal shell commando's. Gaan we snel doorheen en dan ga ik gewoon een aantal voorbeelden laten zien wat je mee kan doen. Uiteraard ook mogelijkheid tot vragen. Als je een tussendoor vraag hebt, steek je hand op en dan hoop ik hem te kunnen beantwoorden. Als het te lang duurt, dan doen we het even in de pauze. Goed, dit is waar ik eigenlijk aan het eind van de sessie naartoe wil. Dat je uit een pcap-file met pop-sessies, dus mensen die je mail ophalen, dat je zo'n output kan genereren. Dat is meteen de challenge die je aan het eind mee krijgt. Maar als het goed is, vertel ik je zoveel dat je dit zou kunnen doen zelf. Dus dat is een beetje waar we heen gaan. Nou, wie gebruikt er Wireshark hier? Wie gebruikt command line tools van Wireshark? Dat is wel iets minder. Wat zeg je? Maar hoe zou TSP dump natuurlijk? Maar waarom geen T-Shark dan? Waarom geen T-Shark? Nou, dat is een voordeel. Nou, TSP dump heb je op de meeste systemen is dat gewoon standaard beschikbaar. En ik gebruik het ook heel veel. Ik doe heel veel met F5. Ja, dan heb je TSP dump beschikbaar. Dus dan maak je daar je capture, transporteer je hem en ga je naar met Wireshark of T-Shark in de hele gang. True. Goed. En wie heeft de output van T-Shark wel eens gepiped naar andere dingen en daar ingewikkelde dingen mee gedaan? Nou, twee handen. Ik weet dat jij het hebt gedaan. Jij hebt output in de Subix getoverd. Nou, heel handig. Ook erg leuk. Daar ga ik niet over hebben. Goed. Even kort over mij. Ik zit al een tijdje in netwerken. Eerst via Euronet. Op een gegeven moment bij de banken terechtgekomen. En daarna bij een reseller van apparatuur. Daar heel veel bugs tegengekomen, dus zo ben ik met de analyse aan de gang gegaan. En in die analyse miste ik features en zo ben ik uiteindelijk voor Wireshark gaan ontwikkelen. Omdat ik gewoon dingen wilde hebben die er niet waren. Nou, dat is mooi voor open source. Je hebt een hele mooie codebase om aan verder te werken. En je kan de dingen die je zelf wil, kan je gaan toevoegen. Goed. Waarom zou je überhaupt de CLI tools gebruiken? Sneller, ja. Handig. Ja. Soms heb je geen GUI. Nou, dan moet je wel. Maar dat is niet. Dat is het eigenlijk. Dat komt bij heel veel mensen als eerste naar boven. Maar het is vaak inderdaad sneller. Maar ook, je kan de resultaten kan je post-processen. Dat kan je in de GUI niet. Je kan er alleen maar naar kijken. En that's it. Terwijl met CLI tools kan je die output. Daar kan je wat andere dingen mee gaan doen. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Dus de GUI is heel krachtig. En interactief, maar beperkt in zijn mogelijkheden. En met de command line kan je met andere tooling kan je dat heel mooi gaan combineren. Dus ik heb nu wel zoiets van, ik wil die JSON output wil ik hebben, dan kan je naar Splunk of
of elk kun je gewoon ook interessante dingen gaan doen. Dus dat is wel een dingetje waar ik aan wil gaan werken. Goed. En automation, je kan dingen gaan automatiseren. Je kan automatisch dingen, zoals Raymond heeft gebouwd, met tshark haal je retransmissions out of order, nou ja, dat soort statistieken haal je op. En die push je via een tussenscriptje naar Zabbix en daar kan je over rapporteren in je monitoring tool. Dat is heel handig. Dus je kan er heel veel mee. Goed. Dan, hoe gaan we dat doen? Nou ja, je moet weten welke informatie wil je uiteindelijk bereiken. Dat overzichtje wat ik net liet zien, van welke gebruikers op welke tijden hun bericht hebben gekeken, dat moet je eerst visualiseren wat je wil hebben. Nou, daarna moet je kijken van welke informatie heb ik en dan moet je op een van die daar een translatie voor gaan maken. Nou, dat doe je dus met de tools die je dan tot je beschikking hebt. In ons geval gaan we heel erg met tshark en wat shell command line piping aan de gang. Maar dat kan je natuurlijk ook met scripting en dat soort dingen, kan je daarmee aan de gang. Vooral oefenen en probeer een beetje creatief te zijn. Maar dat hoef ik jullie denk ik niet uit te leggen. Ik denk dat jullie dat zelf ook in de dagelijkse praktijk veel tegenkomen. Nou, wat hebben we dan binnen Wireshark aan CLI tools? Tshark, dat is de tekstversie van Wireshark, heeft precies dezelfde decoding engines. Dus je hebt in wezen dezelfde output als dat je Wireshark hebt, alleen dan op de command line. Dumpcap wordt zowel door, ik ga ze zo meteen wat verder behandelen. Dumpcap hebben we, capinfos, editcap, mergecap en er zijn er nog een paar, maar die hou ik even buiten beschouwing voor vandaag. Goed, wat is tshark dan? De CLI version van Wireshark. Beetje hetzelfde als tshbdump, alleen tshbdump is stateless. Die merged geen pakketjes meer, die doet geen reassembly. En dus je hebt altijd maar de output van het ene pakketje. En tshark doet daar veel meer mee. Plus dat hij veel meer protocollen kent, dus je krijgt veel meer inhoudelijke informatie. Dus dat was mijn reden, ik zei joh, waarom het is per dump. Dus, ja. Ja, nou ja, dat kan ook. Maar tshark doet het out of the box. Zowel Wireshark als tshark gebruiken dumpcap om verkeer af te vangen van het netwerk. Weet iemand waarom dat is? Überhaupt dat gebeurde, dat niet Wireshark zelf captured, maar dat heeft met privilege separation te maken. Wireshark is ongeveer 2 miljoen, tenminste ja, ik weet niet hoeveel het nu is, maar het was 2 miljoen lines of code, allemaal in de sectors. Als je, daar is heel veel risico voor een exploit. Dus je wil de command line ook nog eens overrulen als je specifieke output wil. Want de preferences die beïnvloeden de manier waarop jouw Wireshark de decoding doet. Er zijn een aantal outputformaten in tshark. Het belangrijkste is natuurlijk gewoon de normale. Maar je hebt ook -v, dat is voor verbose. Dan krijg je de hele dissection van alle protocollen krijg je te zien. Dat levert heel veel output op. Maar het kan heel handig zijn. Nou, de hexdump, wat je ook in het tshbdump hebt. Protocolselectie, eventueel een XML-achtig formaat. Packet data, markup language. Levert heel veel op. Nou, ja, ik heb het eigenlijk nooit gebruikt. Daar zou JSON nu aan toegevoegd moeten worden, vind ik. De belangrijkste die ik vandaag ook veel ga gebruiken is de -t field. Daarmee kan je zelf opgeven welke velden je in de output wil. Nou, dat is precies eigenlijk wat je wil, want je wil bepaalde velden wil je gaan postprocessen. Dan heb je nog een aantal statistieken. Bijvoorbeeld conversaties op TCP of UDP gebied. Dat heb ik laatst bijvoorbeeld gebruikt. Heb ik voor elke pcap file een aantal conversaties gelist. En dan moest ik gaan zoeken naar verschillen tussen aantal inkomende en uitgaande pakketjes, bijvoorbeeld voor SIP. Omdat kan je ook tshark goed voor gebruiken. IO-statistieken, nou, kijk er een keer naar. Ik heb in de presentatie, die zit ook in die zip-file, daar zitten exercises in. Normaal zou ik die samen doen, maar nu zeg ik, ja, pak die gewoon als je wat je nu hoort een keer in de praktijk wil brengen, pak dan die exercises een keer tussendoor. En dan, goed. Dumpcap. Dus eens even kijken hoe dat uitkomt. Kom maar goed met de tijd. Zoals gezegd, dumpcap die pakt pakketjes op van het netwerk en slaat ze op disk.
vanwege de privilege separation, maar die kan je dus ook zelfstandig gebruiken. Nou, de opties die je kan opgeven zijn een beetje vergelijkbaar met die van tshark en Wireshark. En het is snel, omdat hij dus geen dissectie doet. Hij slaat alleen de pakketjes op. Dus als je een keer ergens langer wil capturen en je wil niet het risico hebben dat je data verliest, gebruik dan gewoon dumpcap op de command line in plaats van je ringbuffertje in Wireshark zelf. Ik heb bijvoorbeeld een keer maandenlang een trace laten lopen bij een klant tot een probleem optrad. En doordat je dus een ringbuffer opgeeft van files van 16 MB, 1024 files, dan heb je dus 16 giga capture data, dat was toen voldoende. Die heb ik gewoon een paar maanden laten lopen en zonder dat de disk vol loopt. Nou, dan heb je nog capinfos. Als jij een hele set capture files hebt, is het wel handig als je weet van waar tot waar, qua tijd, hoeveel data erin zit, et cetera. Nou, en dan heb je ook een aantal opties om specifieke dingen eruit te halen. Erg handig als je heel veel capture files hebt en even wil weten in welke capture files dat ook weer wat ik wilde hebben. Goed. Als ik te snel ga, dan zie ik wel hand. Even kijken, editcap. Daarmee kan je capture files editen. En dat kan je op twee manieren doen eigenlijk. Je kan editen welke pakketten in de output file terecht moeten komen. En zometeen gaan we ook zien mogelijkheden om juist elk pakketje te wijzigen. Nou, dat zijn dan de selectiemethoden. Je hebt bijvoorbeeld op datum. Je ziet wanneer ik deze presentatie voor het eerst gaf. Dus ik zit naar oude shit te kijken. Je kan gewoon met een begintijdstemp, een eindtijdstemp, kan je dit doen. Het is wel grappig dat hier trouwens 49.59 staat. Dat is een oude bug of feature. Ik vond dat het tot aan moest zijn en niet tot en met. En het was eerst tot en met, dus hier moest ik nog met tot en met doen. En later is dat tot aan geworden, dus ik had hier gewoon 11.50 kunnen zeggen. Goed. Zo. Nou, je kan het in aantal in chunken opdelen, dus main count wil je zeggen. Maak elke file 1000 pakketjes groot. Of met min i interval maak elk pakketje 60 of elke file 60 seconden lang. Zo kan je een hele grote trace file die je misschien niet goed kan processen, kan je opdelen in een aantal kleine files. Je kan ook dubbele pakketten eruit halen. Standaard heeft hij een window van 5 pakketten geloof ik. Dat kan je wat vergroten, ook met opties. Maar dan bijvoorbeeld als jij op een VLAN hebt gespend en je bent vergeten om RX only te zeggen, dan heb je elk pakketje dubbel. Want elk pakketje gaat eerst VLAN in en gaat er daarna een keer uit. Dus dan zit elk pakketje twee keer in je trace file. Met editcap -d kun je dat er dus weer uithalen. Dat alle TCP-analyse wel weer gewoon goed werkt. In plaats dat je alle retransmissions en out of order en weet ik wat ellende krijgt. Nou, hoe kan je dan, op wat voor manier kan je dan pakketjes aanpassen? Nou, dat is bijvoorbeeld de snaplength. Als je tijdens het capturen alles hebt gecaptured en je moet het dan ergens naar een derde partij opsturen en je wil niet dat al die data erin zitten, kan je er achteraf nog eens een keer de snaplength kan je toepassen. Dus je hakt gewoon na 96 byte hak je elk pakketje af, de rest gooi je weg. Je kan de timestamp aanpassen. Als je op twee plekken hebt gecaptured en je wil die dingen vergelijken met de tijd was niet gesynchroniseerd, dan kan je van één van de capture files de tijd gelijk brengen met die andere en dan kan je dus weer een goede vergelijking maken. Dus je kan een tijd, kan zelfs een tijdverschil met een skewing kan je doen, maar goed, dat voelt niet echt te ver. Andere link layer types, dus als je iets als Ethernet hebt gecaptured, kan je het als een andere link layer type in je capture file opslaan. Dat is met name van belang met user, met link layer types op user niveau. Daar ga ik nu niet verder op in, maar het is handig. En je kan bijvoorbeeld een network general sniffer file omzetten naar een pcap file. Als je andere tools hebt die niet bij network general sniffer files overweg kunnen, kan je op deze manier kan je files naar pcap formaat hebben of pcap NG formaat. Goed, we hebben net gezien hoe je files kan splitten. Nou, er is ook een tool waarmee je ze bij elkaar kan harken. Wat ik vaak doe is, ik heb een hele set aan files. Ik doe een filtertje op elk van de losse files. En daarna de resultaten ervan voer ik samen tot één resultaatfile die ik dan in Wireshark ga inlezen om te analyseren. Nou, dat doe je dus, je kiest een outputfile en daarna je inputfiles. Normaal doet Wireshark, die kijkt dan naar de timestamps. Dus die worden wel gewoon netjes in tijdvolgorde gezet. Je kan ook zeggen van joh, plak ze maar lekker achter elkaar. Als je al weet dat de files in goede tijdvolgorde staan, dan kun je ze natuurlijk gewoon aan elkaar plakken.
Het heeft mij verbaasd, maar deze optie die levert niet heel veel tijd in stof, dus ik gebruik hem eigenlijk nooit. Goed, weer een exercise die je zelf kan doen. Waar kan je terecht voor help? Uiteraard de min-h optie. En dan lees je ook regelmatig door. Wireshark 2 is net vandaag gereleased. Ik heb hier nog Wireshark 1.12, de laatste versie op staan. Ik wil geen risico's lopen met een net gereleased versie. Maar Wireshark 2 is gereleased. Misschien ook wel leuk om even te zeggen, daar wordt een andere window manager of een andere graphic library gebruikt die op de Mac er beter uitziet en die ook wat universeler is. Dus zeker interessant om even naar te kijken. Vooral voor Mac is hier een stuk. Ik weet niet of alle features die in Wireshark 1 zitten, of die ook in 2 zitten, want alles moest natuurlijk geporteerd worden. Ik weet niet, zoals ik zeg, ik was al een tijdje niet meer bezig met development, dus ik weet niet wat er nu wel en niet meegenomen is. Het kan best zijn dat je voor sommige features nog 1 moet gebruiken. Even kijken, dus kijk regelmatig even naar nieuwe features. Er komen gewoon dingen bij en die min-h output kun je gewoon tegen. Dus dan kan het interessant zijn. Nou, de manpages uiteraard, of op je eigen systeem, of ze staan ook op het web. Dan, welke shell-commandos ga ik gebruiken? Even kijken, nog 20 minuten. Even heel snel wat interne bash-commando's. Cut, sort, unique, translate, stream editor en awk. En eventueel wat scripting. Wie gebruikt deze op dagelijkse basis? Best wel gelukkig. Mooi, dan hoeven we daar niet. Dan gaan we daar gewoon even overheen. Even kijken. Dit was meer voor mensen die meer met packets doen dan met op de command line. Dus die hadden wel wat voorbeeldjes nodig. Maar dan ga ik zien. Kom ik. Oh. Ja. Scripting. Ja. Hop. Nou, je kan alles doen wat je wil. Dat is eigenlijk de conclusie. Goed, dan gaan we naar wat voorbeelden. Vandaar dat ik ga even de PDF ernaast leggen, want dan hoef ik niet achter me te kijken. Even kijken. Exercise. Examples. En dan gaan we even mirroring om aanzetten. Ja, dan hebben we. Had ik ergens een command line. Even het scherm wat leeg maken. Dat heb ik heel flauw gedaan. Ik heb gewoon die commands heb ik even in een foutje staan. Dan kan je copy en pasten. Want het is altijd met demo's zo leuk dat het dan niet werkt. En hiermee is de kans dat het werkt toch een stukje groter. Even kijken, cd pcap. Deze file zit dus ook in die zip-file die je zelf kan downloaden. En, dus je kan alles nog een keer naspelen als je wil. VI, wat hadden we ook weer? Examples, blog. Kijk. Goed, wat is de eerste vraag is, het probleem is, I need an overview of HTTP responses. Dus de output zou er moeten zijn, een tabel met de responscode en hoe vaak dat voorkomt. Nou, dat is iets wat je in Wireshark zit die optie ook wel op zich. Dus sommige dingen zijn ook achterhaald omdat de functionaliteit al in Wireshark zit, maar het gaat even om het framework dat je, dat je gaat snappen hoe je dingen uit Wireshark kan halen. Nou is er ook weer, zijn er dingen veranderd? Even kijken hoor. Is deze leesbaar achterin? Ja, mooi. Vroeger kon je met -c10, was het ook wel filter je op iets. Dan liet hij nog steeds de gefilterde dingen zien. Alleen nu, tegenwoordig is het zo dat hij dan gewoon de eerste 10 pakketjes van het traceverhaal maar pakt. Dus dat is ook iets wat een keer opgelost moet worden. Maar goed, daar hebben we gelukkig het voor. Dus als ik kijk van, joh, welke HTTP-responses zitten er nou in deze file? Nou, je ziet er een aantal voorbij komen. Daar willen we een overzicht van maken. Nou, hoe gaan we dat doen?
we gaan het veld met de responscode eruit halen. En dat doen we. Dus ik pak gewoon alle velden of alle packets waar een HTTP respons in zit. En van die packets ga ik deze velden afdrukken. En dat is alleen maar de HTTP responscode. Nou, even als testje de eerste 10 gepakt. Vervolgens kan ik dit natuurlijk sorteren en tellen. Nou, voor jullie geen. Dit is het begin. Dat is nog niet zo spannend. Vervolgens is de volgende uitdaging. Is van ik wil een top 10 van URL's. Nou, hoe zou je dat dan gaan? Nou is het grappige dat toen ik deze presentatie maakte, toen was er nog geen veld wat de hele URL had. Alleen maar een veld voor de hostname en een veld voor de URI. Dus dat moest ik gaan combineren. Nou, kan je. Ik haal nu dus de HTTP host en de request URI eruit. En dan zie ik inderdaad netjes de hostnaam en wat er opgevraagd wordt. Want je ziet ook dat er bij sommigen een query achteraan komt. Daar ben ik niet in geïnteresseerd. Ik wil alleen maar de faalnaam. Dus die moet ik eraf gaan slopen. Nou, die kan je dan met Z uiteraard. Of met andere tooltjes. Maar in ieder geval met Z lukt het om die eraf te slopen. Dan zie je dat inderdaad de query is eraf gehaald. Door even alles achter het vraagteken tot aan het eind van de regel weg te halen. Nou moet ik dit gaan combineren. Dus ik moet van deze twee moet ik één opgevraagde URI maken. Nou, dan pak ik weer set. Dan moet ik hier alleen iets aanpassen, want die Ctrl T in de command line die moet natuurlijk even Ctrl V tab. Hij moet gaan zoeken naar tabs en op basis daarvan moet hij iets samenvoegen. Dus nu heb ik die twee velden die afzonderlijk output was, heb ik samengevoegd. Ik heb de query eraf gesloopt. Nou, nu zijn we al bijna waar we wezen willen. We maken er pipe sort. Pipe uniek. Nou, dan worden ze allemaal unieke. Ik ga ze tellen. En dan, nou, die head min 20 moet er even vandaan. En dan krijg ik gewoon een lijstje met tellingen. En als ik er top 10 ervan wil, dan ga ik hem weer sorteren. Maar dan op het aantal keer dat het voorkomt en daar alleen de laatste 10 van pakken. En daar is een lijstje met de top 10 van URL als je opgevraagd wordt. Dus nu hebben we het al iets ingewikkelder gemaakt. We hebben de output die we hebben gekregen alweer getransformeerd. Nou, dan gaan we nog een stapje verder. Je zag net al dat er een cookie voorbij kwam. Elke gebruiker heeft een cookiewaarde. Dus nu wil ik misschien. Ik weet dat er een bepaalde gebruiker een probleem had. Ik weet welke cookie die gebruiker had voor die sessie. Dan wil ik eigenlijk een nieuwe capture file hebben met alle requests waarin dat cookie zit. Dat zijn meerdere TCP streams. Dus je kan niet zomaar op het cookie gaan filteren. Dus je moet eerst gaan zoeken in de file van joh, welke TCP streams hebben, is dat cookie aanwezig. Dan moet ik al die TCP streams eruit extraheren, samenvoegen. En dan heb ik een file specifiek voor die gebruiker, voor die sessie. Nou, hoe gaan we dat doen? We beginnen eerst even met een test van heb ik wel sessie informatie met dat cookie. Nou, je ziet voor dit PHP session ID heb ik een aantal sessies kom ik tegen. Even kijken. Nou, is hier iets misgegaan zie ik. Dus dat kan ik niet zomaar copy en paste. Ik kan wel hier van al deze sessies kan ik het source port kan ik gaan. Dus ik ga min T fields, nou, min E tcp.sourceport. Dan zie je dat er meerdere sessies zijn met meerdere sourceporten waar dit cookie in gebruikt is. Daar moet ik een filter van gaan maken, want ik wil alles in één keer kunnen doen. Ik wil niet handmatig dit om moeten vormen naar een filter. Nou, daar ga ik dan ook voor gebruiken. Het kostte mij even een tijdje om een trucje te verzinnen waarmee ik hem zo kon maken dat hij ook echt een bruikbaar filter eruit jaste. Even kijken. Ik denk dat er iets heel erg mis is gegaan met mijn faaltje, want die kan ik niet meer kopje en pasten. Even kijken. Komt hij ergens anders nog voor? Nee, dan moet ik hem zelf weer opnieuw opbouwen. Dat geeft niet.
pipe. Ok. Even kijken hoor. Volgens mij moet dit goed werken. Wat ik doe, ik print eerst een veld. Welk veld is een separator? Die separator is in het begin nog leeg, maar die ga ik daarna, na de eerste iteratie, ga ik hem toevoegen. Zodat ik netjes filtertje, separator, filtertje, separator, filtertje, separator, zonder dat ik een separator voor of achter heb. Nou, dan komt er één groot tshark filter uit, wat ik kan gebruiken in een volgende iteratie van Wireshark of een tshark. Dus in plaats dat ik dit als output heb, ga ik dit nu tussen backticks zetten als een filter voor mijn volgende tshark. Tshark min read example min write doe maar even cookie.cap, pcap, whatever. En als filter ga ik nu die filter die ik dynamisch heb gebouwd, ga ik gebruiken. En dan gaat hij even crunchen. Als ik nu met capinfos kijk, tic example en cookie, dan zie je dat van de originele 2357 pakketjes zijn er nu 787 over. En dat zijn alle pakketjes die behoren bij de TCP streams, waar in die stream een keer die cookie values voorgekomen. Zo ga je al wat geavanceerder te werk. Even kijken, ik heb tot half, hè? Okay. Dan het vierde example wat ik hier wilde doen is, even kijken hoor. Nu hebben we het voor één specifieke cookie, want ik wist het cookie al van tevoren. Maar stel nou dat ik alleen maar gebruikersnaam weet. Dan moet ik eerst uit die capture file een combinatie van maken tussen gebruikersnaam en die cookies. En dan voor al die cookies die bij die gebruikersnaam hebben gehoord, want misschien heeft hij al twee sessies gehad, moet ik het alsnog gaan samenvoegen. Dus ik ga hem weer wat uitbreiden. Dus je moet beginnen met alle cookies voor een bepaalde gebruiker te gaan. Even kijken hoor. Cookie. Paste. Wat je hier ziet is, ik ga alle HTTP-requests afvangen. En in die HTTP-request moet ook het woord zaken-test 1, dat is de gebruikersnaam, die moet voorkomen. Als die voorkomt, wil ik de HTTP-cookie afdrukken. Je ziet, er zijn meerdere cookies, dus ik moet hieruit moet ik eigenlijk dat PHP-session-ID weer gaan extraheren. Want ik ben niet geïnteresseerd in dat eerste cookie. Nou, dat moet je dan, dat kun je dan uiteindelijk weer met cut, kun je dat... Even kijken hoor. Dus nu heb ik een... Ik heb de output gepakt. Daar heb ik het cookie uitgehaald. Alleen maar het session ID cookie. En ik bouw een for loopje eromheen om per cookie straks wat te kunnen gaan doen. Want ik wil per cookie wil ik dan een capture file gaan maken. Dan zie je dat ik heb hier een laatste regel waarbij ik dan zeg, ik ga die tijdelijke file ga ik creëren, de file naam. Ik heb daar een scriptje van gemaakt, dat het wat makkelijker maakt. Example 4. Het is een scriptje wat zegt van, ik pak een file naam en een username van de command line uit de argument. Ik ga voor elk cookie voor deze gebruiker ga ik een loopje doen. Ik creëer een tijdelijke filenaam. Ik zeg dat ik die file ga processen. En ik lees de originele capture file. Ik schrijf naar die tijdelijke file voor dat specifieke cookie. En ik haal wat we net hebben gezien, source port voor dat cookie eruit. Ik maak een nieuwe trace file. En die schrijf ik weg. Vervolgens, als ik alle cookies heb behandeld, dan ga ik die afzonderlijke file samenvoegen tot één trace file. En dan heb ik één trace file met alle sessies voor deze gebruiker. Dus dat, als het goed is, ik weet niet of deze writable of executable is. Niet, dat kan dash. Example 4. De file is example.pcap. .cap geloof ik. .cap. Oh, hij zit in pcap natuurlijk. Dus, example.
En de gebruiker is zaken-test 1. Nou, hij gaat voor elk cookie, maakt hij een nieuwe file aan. En die merge die. En uiteindelijk heb ik hier als het goed is een file zaken-test 1. En dan zitten dus al die sessies van deze gebruiker zitten erin. Te volgen tot zover. Even, dan gaan we weer terug naar, naar de keynote. Even kijken. Examples. Dan komen weer wat exercises. Uiteindelijk was dit waar we mee begonnen. Nou, we hebben net eigenlijk gezien hoe je dingen kan extraheren. In de exercise zit al iets waarmee je popverkeer kan. Want daar zit een stuur weer ergens net even anders in. Het is een command-response mechanisme. De challenge is dan voor jullie om op basis van die exercises deze output te gaan genereren. Nou, als je het leuk vindt, doe hem, mail mij. Als je vragen hebt, als het niet werkt, mijn mailadres staat eronder. Dus feel free to mail en ik help je op weg. Dat was eigenlijk even heel in het kort, want het was ook maar 3 kwartier en daar zijn we bijna doorheen. Waarom je tshark ook heel goed kan gebruiken in het analyseren van netwerkverkeer en waar het eigenlijk een meerwaarde biedt ten opzichte van Wireshark zelf. Zijn er vragen? Jullie hebben allemaal honger, denk ik. Geen vragen, dan was het of heel duidelijk of juist of het ging allemaal over het hoofd heen. En, goed, nou, dank voor het luisteren. Ja, zaken, dankjewel. Ik heb nog een kleine presentje voor je. Lekker, dankjewel. Dat doe ik niet voor, maar het is wel welkom. Ik zal nog even de eerste pagina met de link op het scherm toveren. Dan kunnen jullie die link files nog even kopiëren als je wil. Nou, zoals vermeld, de presentaties komen op het ledendeel van de NLUUG website. Dus daar kan je eventueel thuis nog mee even gaan spelen als je dat wil. En volgens mij kunnen we nu gaan lunchen. Best als voor de tijd. Waarom ga je uiteindelijk de poorten op? Want poorten zijn natuurlijk uniek. Stel je hebt meerdere systemen die allemaal ook naar. True. Ja, goede vraag. In deze trace, omdat het in een testomgeving is, weet ik dat die poort uniek genoeg is om want het is allemaal van dezelfde IP-adressen. Ja. Ik zou dan ook vernieuwd nog een keer. Klopt, ja. Omdat maar in één pakketje zit van die hele stream. Ja, natuurlijk. Je wil de hele TSP-stream hebben. Wat ik tegenwoordig doe is TSP stream. Dat heb ik ook later zelf gemaakt. Waarmee je gewoon in één keer die stream gewoon kan pakken. Dus dat is makkelijker. Ja, ja. Dus dat klopt. Helemaal een goed punt. Maar, ja. Het is ook maar een teaser om even de mogelijkheden te gaan bedenken. Dat heb je goed weergelegd. Ja? Ja. Je wordt erin uitgedaagd om eens te. Ja, zeker. Helemaal goed. Nou, dan heb ik in ieder geval bij een paar mensen mijn doel bereikt. Het als one-liner te bouwen, is dat even precies.